Terwijl het parlement wachtende is op de correspondentie tussen minister Gilmar Hoefdraad van Financiën en gewezen governor Glenn Gersie, zien we dat de brief wel is beland bij bepaalde mediahuizen die er in het long weekend wat delen daarvan hebben gepubliceerd. Er is heel wat verontwaardiging nu bij heel wat parlementariërs. Hierover spraken wij dan ook met parlementariër Patricia Etnel van de NPS, die toch wel aangeeft waarom zij dit de minister van Financiën zeer verkwalijkt. U hoort Patricia Etnel. De beelden zijn vastgelegd door Karen Saktou. Ten eerste betreur ik het dat de zoveelste leugen in het parlement is verkondigd door de regering in persoon van meneer Hoefdraad. Omdat wanneer we kijken naar de drogredenen die gezocht zijn door de regering om meneer Gersie, de ex-governor, en ik zeg eerwaardige heer Gersie te bedanken, dan zeg ik, het was spijkers zoeken op laagwater. De zaken die hier zijn verkondigd door meneer Hoefdraad zijn absoluut geen feitelijkheden om een persoon van zo'n grote importantie te bedanken. Er schuilde een grote adder in het gras, veel groter eigenlijk. En wanneer we zien dat deze regering ervoor kiest om eigenlijk de waarschuwingen die IMF toen had gegeven in 2016, dankzij het wanbeleid, het super wanbeleid van de regering Bouterse 1 tussen 2010 en 2015, de maatregelen door het IMF genomen, waaruit duidelijk een verklaring kwam om niet meer monetair te financieren, en waarbij de eerwaardige meneer Gersie eraan heeft meegewerkt. En die heeft gezegd, de regering, ga werken aan die productie, ga werken aan de zaken om meer geld binnen te krijgen. Wij gaan geen voorschotten meer geven, omdat dat niet goed is. Wij gaan niet meer monetair financieren. Dan komt de regering met deze zaken, terwijl die brief duidelijk uitwijst van januari. En de correspondentie door de, meneer Hoefdraad en meneer Gersie wijzen erop dat zaken totaal anders liggen. Dat zaken totaal anders liggen en dan komt deze meneer Hoefdraad, dat durft hij nog. Hij heeft de durf om nog te komen zeggen, we bedanken meneer Gersie voor zijn diensten. En ook nog die 26 ja-knikkers hier in Diana durven ook nog om te komen zeggen, bedanken meneer Gersie. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat heel erg en ik vind het helemaal niet gepast dat je op zo'n wijze met het land omgaat. En dan kom je hier zeggen bedanken, terwijl je bezig bent het land te vernietigen. Dat is wat je bezig bent te doen. Daarmee eigenlijk dat is hetgene wat deze regering nu duidelijk aan het volk zegt. Wij gaan het land verder vernietigen. We hebben het vernietigd met een miljardenleningen die we niet weten hoe terug te betalen. We hebben knap leiderschap nodig na 2020 om dat te kunnen doen. En nu wil je komen monetair financieren. Terwijl we al heel lang wachten op de bedrijven. Al 9 jaren lang wachten we op de productiebedrijven die het geld binnen moeten brengen. Kijk wat ze hebben gedaan van de bauxiet sector. De gewijzigde Brokkoponde overeenkomst moet nog hier behandeld worden. En dan zal het volk zien hoeveel deze regering van het land houdt. Dan zal het volk zien hoe wazig die Brokkoponde overeenkomst is, die gewijzigde. Dan zal het volk zien wat voor volksbedrog, toch? Wat voor leugens ze vertellen aan land en volk. Het is verschrikkelijk wat deze regering doet. Het is heel erg. En wanneer je die correspondentie leest, dat bloedt je hart. En ik hoop van harte dat mevrouw Simons, dat beetje dat er nog in er zal zijn, ik weet niet of het er nog is, om te gaan voor land en volk, dat ze uiteindelijk die vergadering gaat uitschrijven, dat de regering hier verklaring komt geven en niet ergens in een vergadering komt ze zeggen, de regering moet eerst antwoord komen geven. Want nu is het duidelijk, de regering blijft de onwaarheden verkondigen hier in landsvergaderzaal, in het huis van het volk. En wij mogen dat niet langer pikken, absoluut niet. Ik alvast niet, ik pik het niet. Je komt niet hier in het huis van het volk onwaarheden verkondigen, echt niet. Dan moet je bedanken en dan moet je weg. Ik heb wel de lef om te zeggen, meneer Hoefdraad en de rest die allemaal hier zijn komen voorliggen in het parlement, moeten opdonderen, ze moeten weg. Het is mooi geweest. Het is echt mooi geweest. Welke consequenties kan het parlement nog treffen hieraan?
als we die ja-knikkers meekrijgen en dat ze nu eindelijk gaan zeggen we gaan mee met verbetering, dan kunnen we wel heel veel doen. Maar die 26 ja-knikkers, die 4 corrupte zetels, ze gaan niks zeggen. Ze gaan gewoon zitten en die onwaarheden die hier verkondigd worden in het parlement blijven aannemen. Maar ik zeg de oppositie, hoe weinig we ook zijn, we tellen daarvoor de duizenden burgers hier die gedupeerd worden. Voor de duizenden burgers die armoede ervaren. Voor de duizenden burgers die eigenlijk geen ontwikkeling zien in het land. Voor de duizenden burgers die die gebukt gaan. Die armoede ervaren. Laten wij als oppositie daar voor hun praten. Laten we voor hun strijden. Laten we laten zien dat we dit niet langer meer accepteren. We kunnen het niet meer accepteren. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is erg wat er nu met het land wordt gedaan. Het is verschrikkelijk. En als men zegt consequenties, dan gooi ik die bal. En ik gooi het niet. Ik schop het rustig naar de 26 ja-knikkers. Laten we zien of ze nu eens eindelijk zullen zeggen, nee, we accepteren het niet. En dan kijk ik ook rustig naar de 4 corrupte zetels die zijn meegegaan met hun. Laten we kijken wat zij zullen zeggen. Laten we kijken als ze volksvertegenwoordigers zijn met hart voor het volk. Wat ik kan zeggen voor de oppositieleden is dat wij wel volksvertegenwoordigers zijn met hart voor het volk. Omdat we voor hun die strijd voeren. Voor hun willen we een beter Suriname. Ja. Is het de eerste keer dat de minister van Financiën het parlement iets heeft voorgehouden, welke achteraf bleek niet op waarheid te berusten? Dus ik ben de telling kwijt van de zaken die ze hier verkondigen, waarbij je soms denkt van dit is toch weer zo'n volksbedrog. Ja? We weten dat na 2015 we hier hebben begrepen dat het heel erg slecht ging met Suriname. Er werd hier voor ons voorgehouden van nee, het gaat goed komen, alles komt goed. En wanneer je dan plotseling hoort IMF moet komen naar Suriname om zaken goed te kunnen doen, dan hoor je plotseling van ja, we hebben IMF gehaald omdat ze ervoor moeten zorgen dat zaken beter moeten gaan. Maar zo hoorde je ook, dat zou niet komen. Weet je, het was weer een suggestie, toch? Het was weer een aanname. Maar uiteindelijk is IMF gekomen. Toen het een beetje te erg werd, hebben ze aangegeven, nou, dan gaan we leningplafond moeten uitbreiden. Er zou dan geen devaluatie komen. Dat was ook aangegeven hier in het Huis van het Volk, in het parlement. Er zou geen devaluatie komen. Alles zou goed gaan. We gaan nu de zoveelste devaluatie meemaken. We hebben gezien wat er tussen 2015 en 2018 met onze SRD is gebeurd. Het is zodanig gedevalueerd. Verschrikkelijk. De waarde van onze SRD op dit moment. Onze munteenheid. Hetgene waarop we als land, als Surinamer, trots op moeten zijn. Kijk wat deze regering ervan heeft gemaakt. En als we kijken naar al de andere zaken, toch? Die eigenlijk worden aangegeven van er komen betere tijden. Dat had de minister van Financiën ook beloofd met zijn herstel- en stabilisatieplan van 2 jaren. Ja? Wat voor herstel hebben we? Wat voor stabilisatie hebben we na 2018? We hebben geen herstel, we hebben geen stabilisatie. De koers zou al naar beneden gaan. We zouden betere tijden hebben. Tot vandaag aan de dag wachten we op de betere tijden. Tot vandaag aan de dag wachten we op het feit dat we kunnen gaan weer naar de cambio's of weer naar de zaken. En we hebben een koers van 2,85. We wachten op die tijden. Laten we zeggen, we wachten op die tijden dat die koers weer 3,50 was. Misschien niet 2,85. Laten we zeggen 3,50. We wachten weer op die tijden. Want dat willen we hebben. We willen niets horen. We willen niet horen dat je me komt vertellen dat je me dit en dit gaat geven. Maar uiteindelijk moet ik 10 keer zo duur betalen. Wanneer we kijken naar de richting waar deze regering naartoe gaat en waar ze eigenlijk uiteindelijk willen belanden, is na mei de zonvloed. Na mei is er niets meer. Na mei is het vernietiging. Na mei is het einde. Dat is wat ze ons zeggen. Zo erg zijn ze nu bezig. En ik ben van mening dat jij in 2015 het land gaat besturen met miljarden leningen. Laten we vragen, waar zijn al die leningen naartoe gegaan? Welke bedrijven zien we hier? Welke productiebedrijven zien we waar we duidelijk kunnen zeggen, hier is 10 miljoen, hier is 50 miljoen van al die leningen gegaan. Hier is 70 miljoen van al die leningen gegaan. Laten we dat vragen. We zien ze niet. We zien die bedrijven niet.
Toch? Maar je gaat nu met monetair financieren ook willen komen om me te komen vertellen dat je alles een beetje kunstmatig wil houden. Wel, laat het volk dit begrijpen. En om verstaan, boom. Op dit moment, nooit ontwikkeling nodig, nooit productie nodig, nooit garantie nodig dat de monetair financieren of financieren dat dat dekking ook komt. We zitten op in een kwestie voor een go-to-tory. Van de mannen zeer de aandelen. Dat op een long run straks nog op inkomst tomorrow. Want nu nog dat de zeer aandelen dat voor tien zo yoshi af a leti. Yoshi a light, yoshi a tien voor a sanoko. Maar baka dat die. Dan a son fluto bari. We luku sep sa nanga boksit. Nanga boksit de mano chan no wang chen chikong. Na moro erg de poten guno. A enige san so abi na oli ta papi. A nono de na oli wa etaki. Ma usabi sa ep sa international nanga apres fu oli. Ti da da he. Tuan tralisi a de ta grombaga apres lagi. Dus dat want taki wa zekerheid no de nanga inkomsten di akondri. En ten no we wachti ala den bigi bedrijf sa wo kong. Want we hebben vertrouwen voor een NDP. De beknapte piggy podium met Bari van de investeerders zijn kong. De miljarden investeerders zijn kong. De Dubai is doro. Maar te nooit te wachten op de story dat die aan het doren te. Dat je pot de miljarden lening doen. Je pot nu de monetair financiering doen. Dat fa, je wan me ka kondre draai. Fa iwani dat alles aan moest kon tapo amoro betere fasi. We si fa akondre e wakati denati. En uno moest verwachti no one change fu demandisi. Negi yari langa de kisa okasi fu cha change kon. Negi yari langa. De iwan tegi mi dat do 20 de. We baka negi yari sa de no do. De no ma do moro. En dat afolok moest sabi. Kolo ko sa de mai do nanga a produksi na krei wa i kan krei sa de mai edu nanga produksi wa te no wete we wakti sa a produksi mus liver op jisranang te no we wakta pi story dati mai iwan komune terre finansiera e iwan mekus do nanga omeleninga se sa nanga de mandi si sa ep sa ino loba kondre to na dat ye tegi a folak ino lobeng ino lob de sranama e ino lob a kondre na dat de man want te gu nono de nanga de handelingen sa de man edu. De man denki de egi saka, de man denki de egi enge belangen, de man denki de egi eigen vooruitgang. Maar is die van volk. No. Tap you skouru, tap you ede, tap you verdienste do kongudo na dat de man want te gu nono de. We hebben de 25 februari speech van de president gehad, waar de president aantal zaken naar voren heeft gebracht. Is het bron van de inspiratie voor u geweest, de speech van de president? Absoluut niet hoor. Nee. Geen inspiratie. Ik ben van mening dat de revolutie, tenminste het is ook geen revolutie hoor. 25 februari is een coup. Er is een coup gepleegd tegen de zittende magistratuur. Er waren nog enkele dagen voor de verkiezingen. Dus als we even hadden gewacht, dan was alles eerlijk verlopen. Maar de manier waarop de macht is overgenomen door de 16 militairen is absoluut geen revolutie. En als we kijken dat het zaad werd geplant van alle ellende en alle chaos, dan mogen we vandaag zeggen dat wat is geplant als een zaad vandaag een grote voerudotie is geworden. En een bombige voerudotie ook. En ik ben van mening dat binnen dat alles er niets inspirerends kan zijn. En die coup heeft ons absoluut geen mooie tijden gebracht in de afgelopen jaren. We zien het vandaag aan de dag. Ja, alles wat de mensen toen hadden als vrees tussen 80 en 87. Die eigenlijk de vrees voor een betere toekomst. Dat alles zien we weer terug. We ervaren eigenlijk het gewoon weer. Het lijkt alsof er een reverse film is van oké, je ziet diezelfde vrees. Hoe gaat het zijn morgen? Wat gaan we ervaren? Wat maken we mee? Hoe zal de toekomst zijn? Dus die woorden waren absoluut niet inspirerend. Althans niet voor mij. Twee autobestuurders hebben vanochtend het aantal verkeersdoden getild naar 16.
Ginio Edwards, 25 jaar oud, en Orfeo Becker, 44, zijn vanochtend vroeg bij een aanrijding op de Oost-West-verbinding overleden. De politie trof bij aankomst op de locatie het levenloos lichaam van Edwards aan op het wegdek. Edwards zat alleen in de auto en kwam vanuit de richting van Tamarejo en ging richting Meer Zorg op. In de andere auto, die betrokken was bij de aanrijding, zat Becker aan het stuur met 3 mede-inzittenden. Hij kwam vanuit de tegengestelde richting. Volgens de afdeling Public Relations van de politie moet Edwards nabij Plantage Bid en Zorg door tot nog toe onbekende redenen op de rijhelft van de tegenligger zijn gekomen. Allen in het voertuig van Becker raakten gewond. Becker en de persoon die naast hem zat raakten bekneld. De brandweer moest er aan te pas komen om hen uit het voertuig te halen. Nog voordat Becker uit het voertuig was gehaald, gaf hij de geest. De andere 3 zijn afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het lijk van Becker is voor obductie in beslag genomen en dat van Edwards is afgestaan aan de nabestaanden.